Wat heeft Helmond met Nicaragua? Nou ja, dan zou je eigenlijk bij Jan Beloijsens moeten gaan kijken. Want die zijn bezig met een project, de Schouting, de jongste Schoutingleden. En vandaag bij de toren, daar staat een hele keuken. Charles de Tijer, wat is hier de bedoeling? Ja, wij zijn samen met de Schouting zijn we een project aan het doen over San Marcos, Nicaragua, Nederland. Wat zijn de verschillen? Wat kunnen we leren van Nicaragua, van de groepen daar? En dat doen we op allerlei manieren. Ze zijn samen met ons naar het Wereldpaviljoen geweest in Stijl. Daar zijn ze het vliegtuig ingestapt en hebben ze Nicaragua meegemaakt zoals dat daar getoond wordt. Dan nu ervaren, dat is het eten in Nicaragua. Ja, dat is heel wat anders dan de frietjes en chips die we hier hebben. Jazeker. En ook allemaal andere ingrediënten die op tafel lagen. Net kwam de bakbanaan tevoorschijn. Die was, hè, wat een rare banaan. En die gaan we dan eigenlijk frituren. Nou, dat hebben ze misschien een keer bij de Chinees gehad. Maar verder wordt dat nooit thuis eigenlijk bereid. Dus het is ook superleuk om ze in aanraking te laten komen met andere ingrediënten. Zoals bonenpasta, die normaal in de Nederlandse keuken niet zo vanzelfsprekend zijn. Makka, zij heeft haar zoon vroeger hier bij ons bij de scouting gehad. Die heeft contact met ons opgenomen of wij het leuk zouden vinden om met de kinderen met het project mee te doen. En hebben we eigenlijk meteen ja op gezegd. Omdat wij als scouting vinden het ook heel erg belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. En dat doen we in het dorp door bijvoorbeeld met de vlooienmacht van Stiphout mee te helpen. Maar we doen met de Koningsdag bijvoorbeeld ook. Maar hier nou vandaag dus ook op een groter vlak, hè, buiten het dorp en de samenwerking met Nicaragua. Wat we nu nog doen op dit moment is een heel mooi project voor schoolse opvang. De kinderen die gaan voordat ze naar de school gaan en geplaatst worden in zeg maar de basisschool, worden ze opgevangen en wordt ermee gespeeld, geleerd, samen spelen. Dat wordt op dit moment gedoogd. Willen jullie dan, of hebben jullie dan deze kinderen die hiervan uit Stiphout een beetje meer bekendheid willen geven over hetgeen wat jullie doen? Nou, niet zozeer wat wij doen. Meer dat er ook nog een andere wereld was, de Stiphoutse. Dat er ook stukken zijn in de wereld waar anders, waar de zaak anders draait. En waar ook nog honger is. En waar heel anders gereageerd wordt. En dat, al hebben we maar een klein zaadje kunnen zaaien, dan hoop ik dat het ergens een keer in de hoofden van die kinderen ontkiemt. En dat hoop je dan, hè?